fietslease opgezet. Ja, omdat wij vonden dat mobiliteit schoner moest, Jeroen. En er wordt veel te veel gereden met auto's. En heel stuk kun je ook gewoon prima met de fiets doen. En dat is goed voor de vitaliteit van medewerkers. Fietslease is gewoon een mooi product dat mensen gewoon een vast bedrag per maand betalen. En dan gewoon een hele mooie fiets krijgen. En dat kan een racefiets zijn of een e-bike, maakt niet uit. En we kunnen gewoon met z'n allen moeten gewoon meer bewegen. Ja, dus gewoon om mensen te stimuleren om niet die auto te pakken, maar toch de fiets. Ja. Gewoon mooi bedrag. Ja, zeker. Ja, en nu lijkt het een beetje normaal te zijn. Maar 7 jaar geleden zeiden ze echt van, nou jij bent gek, wie gaat er nou fiets leasen? Wie doet dat nou? Ja, maar nu hebben we al bijna 20.000 fietsen. Dus dat is wel heel gaaf. Ja. En waarom heb je uiteindelijk gekozen om deze trekfiets, maar ik nu een fiets. Ja, die hele mooie. te laten sponsoren voor Schaatsen in Mico. Nou, dat ik natuurlijk zelf een trek had. Nee hoor, dat is onzin. toevallig. Maar we vinden wel dat zo'n team gewoon echt een fiets verdient die bij de uitzending van je team hoort. Jullie zijn allemaal wereldtoppers. Ja, jullie moeten echt topprestaties leveren en er hoort gewoon ook een hele goede fiets bij. Ik denk het helemaal mee eens. Ja. En waarom dan wij juist een sponsoring richting een schaatsploeg? Dat is voor ons, en dat gaat eigenlijk nog specifieker niet de schaatsploeg in het algemeen, maar juist ICO in het bijzonder. We kwamen gewoon bij ons met de vraag, wat kunnen we samen voor waarde creëren? En dat is natuurlijk het mooie, denk ik, vind ik, van onze samenwerking met ICO. Dat het niet gaat om alleen maar geld geven en daar wat exposure voor terugkrijgen, maar echt samen gewoon werken aan meer mensen op de fiets krijgen. En die zichtbaarheid krijgen, ook geloven in die boodschap. En wij vinden het echt, ja, echt heel erg tevreden hoe jullie dat als team met ons als sponsor doen. Ja,